Op een... Oh, nee. Dat kan echt niet. Dat past niet. Haal die schoen weg bij dit kind. Oh ja. Oh ja. Hoi mensjes, daar zijn we weer met weer een nieuwe... Met niet één, maar twee dozen. En met niet... Oh, één. Ik kan deze weer niet eens tillen. En dit is de laatste. Ja, wij hadden een samenwerking met Shein en dit is de laatste. Ik heb weer aan jullie gevraagd, willen jullie alles in één video? Maar veel van jullie hebben toch wel gezegd dat het zo'n lange video te lang vonden. Dus we gaan weer deel 1 en deel 2 doen. Vandaag is deel 1 en morgen gaan we dus door met deel 2. Jongens, het is veel, hè? We zeggen het altijd, maar net als de vorige keer, het is echt veel. We hebben weer schoenen. We hebben tasjes. Oh nee, ik had het al helemaal. We hebben echt weer ontzettend veel. Maar goed, ik word er weer heel vrolijk van. Oh, en ik moet zeggen dat bij deze ook een soort kersteditie is. Want we hebben ook allemaal... De les. Kerstjurkjes. Oh. En we hebben zoiets leuks voor Rie. Eerlijk. Echt zo leuk. Oké. Ik zou zeggen, laten we beginnen, want het duurt gewoon te lang. Het doet me zo pijn. Rien heeft de laatste tijd zo'n aparte smaak, jongens. Ik kan het gewoon niet aan. Wacht even. Wat zei je tegen mij toen je deze schoenen zag? Deze schoenen raken mijn ziel. Ja, hou op, jongens. Ja, dit is niet mijn smaak. Ja, jongens, dit is dus Selena's smaak. Maar oké, leg mij eens uit met wat je dit aandoet. Een roze jurkje. Bijvoorbeeld als ik dit aan heb en ik doe iets roze onder. Hoezo? Je kan het toch ook gewoon zo aan met een roze tasje? Ja, toch. Alles kan. Theekan, koffiekan, voordeur, achterdeur. Ja, jongens, nou ja, laat even in de comments weten. Voor cijfer geef jullie Selena's amazing shoes. Ik ga ze even aanpassen. Doosje? Ja, een doosje. Ik wil ook weten wat het is. Ja? Elk normaal mens pakt even een schaar omdat hij iets moet openmaken. Selena. Ja, de keuken is daar. Ik ga dit doen, want ik zie nu al dat jij vingers en alles gaat missen. Ik zou niet weten wat dit kan zijn. Ik weet het al, denk ik. Schud even. Ja, maar het klinkt als sieraden, maar dat hebben we niet besteld. Als je goed nadenkt, ik weet het al. Een tasje kan het niet zijn, want we hebben nog nooit een tasje in een doos ontvangen. Oh ja! Het is een tasje voor Celine, jongens. Zo, maar eerlijk, hij is goed ingepakt. Ja. In een doosje. We hadden nog niet genoeg doosjes. Oké. Zwaar hij is ook. Oeh. Dit is wel echt een feestdagen tasje. Frisbee? Nee, joh! Ik ga heel even deze grote zit me hier gewoon in de weg. Oh ja, oh ik dacht dat hij veel licht. Maar ik moet echt zeggen, jongens, ik vind de jassen van Shein echt gewoon heel goed. En ik heb heel vaak grijze joggingspakken aan en zo. En ik dacht, ik heb daar dan helemaal geen jas bij. En nu heb ik van een grijze. Maar in mijn hoofd leek hij wel wat licht grijzer. Ik heb nog één jas ook. Oh my god. Jij bent nu bij Shein de tasjes bent. En ik bij Shein de jassen bent. En bruin mens.
Ik weet niet of ik echt veel bruine dingen heb. Nee. Ik moet ook heel eerlijk bekennen. Nee, ik ben er zeker niet overheen. Maar ik heb nu bijna alle items in het bruin. Dus ik zou niet weten wat ik nog zou moeten bestellen. Ja, nou, ik ga deze even aanpassen, jongens. Dus ik heb hier het eerste jurkje. Mama, als dit me lukt, vraag ik 10 euro. Nee. Hoeveel dan? 1 euro. Oké. Okay. Nee, kijk! Ah, oké, okay, nu krijg ik 10 euro van jou. Deze is van mij. Oh, deze is van jou. Ik dacht dat die van mij was. Maar het is niet zo. Real voice. Wij hebben allemaal, ik heb geprobeerd een beetje dezelfde kleuren jurkjes te doen. Zodat we een matching outfit aan kunnen. Oh, leuk wel hoor. Maar we hebben allemaal verschillende jurkjes, dus ik moet kijken wat ik aan doe. Dit vind ik wel altijd zo'n fijn stofje. Oh ja, en de achterkant is ook, jongens, bij de rug. De maat ziet er wel goed uit voor jou, vind je niet? Yep. Wat vind je ervan? Oh, hij ziet wel mooi eruit. Ik vind het helemaal mooi. Het zou mooi zijn als je met een riem om je middel. Ik kan even kijken. Ik ga hem even aanpassen. Heb ik schoenen besteld? Bruine schoenen? Ik weet het niet. Ja, het is wel bruin, maar ik kan het me niet meer herinneren. Oh ja, wat mooi deze. Oh ja, oh ja. Ja, dit was wel trouwens het enige. Ik had nog geen bruine schoenen, dat klopt. Jij hebt nog geen bruine schoenen. Dit is hoor. Mooi hoor. Ja, met zo'n vierkante voorkant. Oeh, ik was vergeten dat ik dit had. Zo voelde het hoe lekker zacht. Oké, ik ga die aanpassen. Mooi, mooi. Ik moet zeggen dat Shein altijd heel klein valt. Dus ik, ja, ik weet niet of ik ze pas. Oh, ik vind ze wel echt heel mooi. Kijk. Auw. Love it. Ik ga ze even aanpassen. Oh ja, deze wou je weer hoor. Oh, maar dit is ook een hele mooie kleur, Remy. Oeh, wat voor maat is het? Dit is maat S. Dit is mooi. Ik dans, ik dans. Dit is wel een mooi jurkje, denk ik hoor. Nee, denk je niet? Mm-hmm. Maar ja, dit is dus wel het enige jurkje wat Celine heel mooi vond, waarin er niet ook een... Oh, nee, dat kan echt niet. Dat past niet. Oeh, haal die schoen weg bij dit kind. Dit is niet mooi, niet echt. Dat kan je niet maken. Dat kan je niet maken. Nee, Celine hoor. Heeft ook andere schoenen genomen. Maar echt kerstschoenen zijn ook afschuwelijk. Omdat ze ineens ook helemaal into het zilver is allemaal. Oh ja, oké. Okay. Dit is mijn match met jouw jurkje. Oh. Ja, oké. Okay. De kleur is wel niet helemaal hetzelfde, toch wel? Nee. Jouw ziet dichter. Dit is meer een beetje dezelfde kleur. Nee. Maar goed, bij mij zitten ook een soort glittertjes in het stofje. En die van mij is dus een stuk langer. Ik ben benieuwd wel. Sowieso kan ik met mijn lengte. Van 1,78 kan ik echt geen mini-jurkjes aan. Het is gewoon, ik loop gewoon in mijn blote schoen van. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe deze staat, jongens. Laten we er lekker snel doorheen gaan. Want het is zoveel. We zijn nog niet eens op de helft. Het zit nog helemaal vol, die dozen. Oké. Okay. Gaan.
lensjes. Ik weet niet hoe het komt. Misschien omdat wij gewoon veel nieuwe kijkers hebben. Op een of andere manier. Blijft de mensen die wel kijken. Maar niet abonneren. Veel hoger percentage. Dus jongens, als je nou daar aan het kijken bent. En nee, ik kijk altijd hun shoplogs. Ik kijk altijd hun video's. Maar je bent niet geabonneerd. Dus abonneer op ons kanaal, jongens. En het is nog gratis. Oké, dit ziet eruit als rood. Kerstboom is dit jaar van ons rood. Jij moet er gewoon mee kappen, want dit gaat het gewoon niet worden. Jawel. Dit jaar hebben wij een rode kerstboom, dus ik dacht het is ook wel heel leuk als Celine en ik samen een foto kunnen maken bij de kerstboom. Dit is dan Celina's rode jurkje. En hier is gelijk die van mama. Het is een soort strak jurkje met plooien en het is een glitterstokje. En dan inderdaad is hier die van mij. Ik zal die even... Oeh, het is een hele andere kleur. Oeh, zo! Dit gaat lekker, jongens. De camera lijkt het nog wel. Oh ja, het kan wel op zich. Camera. Ik moet zeggen dat dit er heel ingewikkeld uitziet. Nou? Dat is het ook. Dat is het ook, ja. Maar het is... Oh, shit. Dan heb je dus meer in de keuken. Ja, ik denk het ook. Oh ja, ja. Toch? Ja. Oh, je hebt gelijk. Ik. Ja. Ja, wat? Ik ga eventjes op de foto kijken. Ja, ik ga even op de foto kijken hoe die nou precies moet. Maar het is dus ook weer een langere jurk. Met een split erin en satijn. Ja, wat denk je nou? Jij kan toch geen split? Ja. Een langere jurk is satijn, dus ik ga hem eventjes aanpassen en dan even kijken hoe ik die bovenkant moet frutselen, want dat is me nu even niet duidelijk. Het voelt wel heel fijn. Wat vinden jullie sowieso mooier? De groene jurkjes bij elkaar of de rode? Laat dat in de reactie weten. Oké, gaan we volgende. Ja. Gaan we deze doen? Het is weer Celina's smaak, jongens. De meid heeft weer hakjes hoor, voor kerst. Af het, hè? Yep. Kijk, ik denk dat we hier veel commentaar over gaan krijgen. Over het feit dat zij te jong is voor hakken. Maar ik wou vroeger ook altijd zo graag hakken. En we zijn gewoon thuis met de familie. Dus ja, weet je, ik vind het hartstikke prima voor haar. Het is maar 40, omdat 39 was heel er heel klein. Ja, die 39 was niet, maar hij valt heel, heel klein. Ja. Dus deze ga ik aandoen. Ze heeft nu een optie. Ze liet steeds meer in het zilver nu. Ik ga ze even aandoen. Oké, mensen, dit was dan deel 1. Ben jij benieuwd wat er voor de rest allemaal in deze doos zit? Kijk dan morgen om 5 uur. Want dan komt deel 2. Dankjewel voor het kijken en dan zien we jullie morgen. Doei doei!